Het DNA-lid Edgar Sampi van de ABOP. Nou, die is vandaag ook ingegaan op enkele actuele zaken. Met betrekking tot het grondrechtenvraagstuk. We praten ook over de situatie tussen de VHP en de ABOP. Omdat op social media dan eigenlijk het DNA-lid begeven aan dat if worde, de AMA is snapbaka en voorzitter. Omdat hij het niet eens is met hoe de zaken eraan toe gaan. Als we kijken naar de middelen die vrij worden gemaakt voor bepaalde ministeries om dus projecten uit te voeren. Vandaag een opmerkelijk bericht op uw Facebookpagina. Award start met een foto van uw partijvoorzitter. Wat moeten we hieruit begrijpen? Want uw partijvoorzitter is de afgelopen periode in de media getreden en heeft zijn ontevredenheid geuit over de gang van zaken binnen de regering. Kijk, ik ben een man van woord, een man van action. En wanneer we zien dat de voorzitter bij een partijbijeenkomst opmerkingen heeft gedaan op basis van ervaringen, op basis van zaken die hij meemaakt binnen de huidige coalitie, op basis van tegenwerkingen die hij krijgt, dan moeten we de voorzitter ondersteunen, dan moeten we de partij ondersteunen als partijleden. En ik wachtte eigenlijk op dat moment dat de voorzitter een sein geeft van hé, laten we de dingen zeggen zoals de dingen zeggen, want daarvoor ben ik. Ja, we moeten de dingen zeggen zoals de dingen zeggen, zoals de dingen zijn, ten wille van de ontwikkeling van land en volk. En award start, want we zien bijvoorbeeld dat het ministerie van Grond- en Bosbeheer een aantal percelen heeft uitgedeeld, duizenden percelen heeft uitgedeeld. Maar die percelen zijn nog steeds in bos. Weet je, de middelen die daarvoor vrijgemaakt moeten worden om die percelen, om die gronden te verkavelen voor de mensen, zodat de mensen kunnen bouwen, die komen er maar niet. Slechts omdat het gaat om een ABOP-ministerie. We gaan die middelen niet vrijmaken, omdat het een ABOP-ministerie is en ABOP moet niet scoren. Omdat de ABOP groter gaat worden op dat gebied. En dat willen we niet. Ja, we zien bijvoorbeeld wanneer het gaat om projecten in het binnenland, zonnepanelenproject, watervoorzieningproject, dat die middelen die vrijgemaakt moeten worden om die projecten te financieren, dat die middelen maar uitblijven. Slechts omdat het gaat om ABOP-ministeries, slechts omdat het gaat om ABOP, om parastatale bedrijven waar de ABOP aan de leiding zit, dan gaan we die middelen niet vrijmaken. En dat willen we niet. Ja, als we zeggen dat we in een coalitie zitten, als we zeggen dat we bijeen zijn gekomen om samen te werken in harmonie en vrede als broeders, ten wille van de ontwikkeling van land en volk, dan moeten we elkaar de kansen geven die we verdienen. Ja, en dan zullen we zien dat het beter zal worden met dit land. Dus de voorzitter heeft een teken gegeven van hey, laten we de dingen zeggen. Laat de ABOP de dingen zeggen zoals de dingen zijn. En dat ga ik ook gebruik maken van die gelegenheid om wanneer het neerkomt op zaken die wij zien dat niet door de beugel kunnen, dat wij die moeten aankatten in DNA en overal. Als we kijken naar de social media nu, dan zien we toch dat er mensen zijn in de samenleving die kritiek leveren op uw uitspraak. Ze zijn het niet eens met het feit dat een DNA-lid dat zo stelt. Kritiek op mijn uitspraak? Kijk, als je meer dan nu 600.000 inwoners heb in Suriname, moet je niet verwachten dat alles wat je zegt, alle uitspraken die je doet, dat je alle 600.000 plus mensen achter je zal krijgen. Ja, wanneer ik een uitspraak doe en je weet niet wat ik bedoel, dan is het goed dat je vraagt, maar wat bedoelt Sampi met war? We gaan niet, er komt geen tweede binnenlandse oorlog, dat willen we niet. Suriname is een land van harmonie. En award start betekent, vanuit mijn zijde ga ik de regering kritischer volgen. Kritischer in de zin dat we meer zullen trekken, meer moeten trekken uit de activiteiten, uit de stappen die de regering neemt. Ja, maar niet dat een bepaalde groep bevoordeeld wordt en die andere groep mag stikken. Ja, we zien bijvoorbeeld bij middelen die vrijgemaakt worden om wateroverlast aan te pakken. Middelen die vrijgemaakt worden om natuurramp aan te pakken.
dat 90 tot 80% van die middelen naar Nikeri, Saramaka en dergelijke gaan. Maar dat Brokopondo die onlangs getroffen is met, door overstroming, maar 10% of 5% krijgt, zelfs niets krijgt. Begrijp je? En dat willen we niet. Ja, dus Temitaka Warstart zijn dat deze punten waarop we moeten letten. Ja, dus aan het dat Sampi want start war, en niet dat Sampi een uitspraak doet, omdat Sampi een uitspraak moet, moet doen, maar zeker in het belang van de ontwikkeling van land en volk, dat zij die ook kritiek leveren, het beter kunnen hebben. Dat bijvoorbeeld niet meer 500.000 US dollar gebruikt wordt voor één enkele reis naar India, maar dat die 500.000 gestopt kan worden in aanpak van wateroverlast in alle buurten van Suriname waar nu onder water loopt, dat die middelen gebruikt worden om vuilophaal elke dag. U verwijst daarbij met naar de reis van de president onlangs, of ja, vorig jaar naar India? Ik weet niet wie anders naar India is geweest. Ik ga geen namen noemen, maar Suriname weet wie naar India is geweest. Ja, maar dat die middelen gebruikt worden, zodat die middelen gebruikt moeten worden, maar dat die belastingmiddelen van het arme volk niet ingezet worden voor dingen die niet dringend en urgent zijn. Ja, maar dat die middelen gaan waar die middelen moeten gaan. Zodat de samenleving ziet dat je het meent met de samenleving. En zodat de samenleving beter van wordt. Want de samenleving heb je na. Ja. U geeft aan, de oorlog is eigenlijk gestart. En daarbij een foto van u en uw partijvoorzitter. Maar we hebben net gesproken met de heer Brunswijk. En die geeft aan niet op de hoogte te zijn van geen enkele oorlog. Hij zegt, hij heeft een gesprek gehad met de president. Alles is in kannen en kruiken. Hij heeft nu, de voorzitter hoeft ook niet eens te zijn met mij. Ik ben volksvertegenwoordiger. Ik ben geen verlengstuk van de regering. Als ik iets merk binnen de regering, ben ik de persoon die het moet aankaarten. Ja, dus de VP kan zeggen, het is in kannen, alles is in kannen en kruiken. Maar als ik merk dat het A is, kan niemand me zeggen dat het B is. En dan ga ik het aangeven dat het A is, omdat de samenleving morgen beter van moet worden. Ik ga later ook praten met de voorzitter en kijken wat het resultaat is van het gesprek met de president. Zodat hij me uitlegt wat hij bedoelt dat alles in kannen en kruiken is. Zodat ik misschien anders kan kijken naar zaken, maar misschien ook beter kan kijken naar zaken. Maar dat is tussen binnen de ABOP, dat is tussen mij en de voorzitter. De straat.